Breekbaar, dat is het thema van een nieuwe expositie in het Nunnense Klooster. Onder de titel Nine Art exposeren 9 schilders hun recente werk. Daarbij is het thema breekbaar door elke schilder op geheel eigen wijze in de schilderij tot uiting gebracht. De 9 schilders zijn geen onbekenden van elkaar. We zijn vijfdejaars studenten allemaal op de kunstacademie, deeltijd. Hebben elkaar daar ook ontmoet en vonden onderdeel van het leerproces om ook gewoon voor het Echi te exposeren. Er zijn een aantal van ons al verder in dat hele proces. Die hebben al meerdere keren geëxposeerd, maar nooit als groep. Afgelopen zondag werd de expositie officieel geopend door David van der Linden van Galerie Bonnard. In zijn korte toespraak ging hij dieper in op het gekozen thema en de kwetsbare opstelling van de kunstenaar. Dat thema breekbaarheid wat zij gekozen hebben en wat ze allemaal op een andere manier laten zien, dat is eigenlijk waar het bij een kunstenaar vaak om draait. Je heel breekbaar voelen en dat van jezelf laten zien, wat je misschien wel niet wil laten zien eigenlijk. Dus die spanning tussen enerzijds je werk laten zien en anderzijds je werk voor jezelf houden, is denk ik iets wat constant aanwezig is. Als je dan, zoals deze kunstenaars dat vandaag doen, voor het allereerst samen een expositie organiseert, ja, dan denk ik dat je de laatste maanden, wanneer je bezig bent voor zo'n expositie, je vooral heel erg breekbaar voelt. Zal ik mijn medekunstenaars niet teleurstellen? Is dit wel af of moet er toch nog iets bij? Is het te klein, is het te groot, is het te donker, is het te licht? Gebruik ik te veel of te weinig kleur? Klopt de vorm wel, klopt de verhouding wel? Moet ik nou deze lijst of die lijst of geen lijst of ik weet niet, ik denk dat ik beter dit werk niet mee kan nemen enzovoort enzovoort. Ik denk dat iedere kunstenaar zich heel breekbaar gevoeld heeft. Zoals gezegd hebben alle schilders op hun eigen manier in de schilderijen het thema breekbaar uitgedrukt. De een heeft dat heel spiritueel en de ander heeft het heel plastisch en de volgende heeft het vanuit zichzelf of een ervaring. Tot uitdrukking gebracht in haar of zijn werk. Als je bedenkt dat het allemaal kunstenaars zijn die echt beginnen en een eerste expositie organiseren, ben ik echt wel verrast. Er zitten er een aantal stukken bij waarvan ik zeg van nou, dat gaan we volgen. Vind ik heel erg leuk om te zien. Ja. Als u nou 2 schilderijen uit zou moeten kiezen, zou u ze dan in de galerie hangen? Nou is het zo dat wij in de galerie nooit 1 werk van 1 kunstenaar willen laten zien, omdat we, en dan gaat het over het thema breekbaar, we willen dat een kunstenaar vertelt een verhaal en het komt nooit in 1 werk tot uiting. Daar heb je altijd een serie werken voor nodig. Dus we kunnen nooit 1 werk kiezen. Maar goed, als ik kijk naar de manier waarop ze het onderwerp opgepakt hebben, zijn er voor mij wel 2 werken die er uitspringen als het gaat om het thema breekbaar. En dat is het werk waarin je de vernietiging helemaal ziet van iemand. En helemaal in het midden meen ik daar een heel klein mannetje te zien. Een werk waarbij de portretten zichtbaar zijn op een landkaart. Waarbij daar zie je meteen meerdere lagen tegelijkertijd. En dat maakt een werk, ja, vind ik in ieder geval, heel erg interessant. De expositie Nine Art loopt tot en met 15 december en is te bezoeken tijdens de openingstijden van het klooster.